bureau Lina. Dat, Lina is mijn achternaam. En ik heb gezocht op een gegeven moment wel naar een andere naam. Maar omdat het toch een beetje eng is om onder je eigen naam te werken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, Lina, daar zit de I van interieur, de N van natuur en de A van architectuur. En dat is precies ook waar ik me mee bezig hou. Dus Lina is een prima naam. Dat is niet altijd mijn grote droom geweest om een eigen bureau te hebben. Maar ik heb bij verschillende bureaus gewerkt. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik toch altijd een soort onrust krijg als ik binnen een bedrijfsstructuur werk. En op een gegeven moment in 2008 heb ik 2 keer in mijn proeftijd ontslag genomen omdat ik niet tevreden was. En op hetzelfde moment kon ik een freelance opdracht krijgen. Dus zo is dat eigenlijk een beetje begonnen met een freelance opdracht bij Sputnik. En op een gegeven moment bij Ruimtelab. En in hetzelfde jaar kreeg ik ook eigenlijk eigen opdrachten. Dus zo is dat langzaam een beetje ontstaan. De fabriek van Delfshaven. Ik vind het een supermooi gebouw. En ik zat hiervoor heb ik een hele tijd in bij een collectief gezeten, Antikraak, vlakbij de Witte Wits. En dat was ook een hele toffe ruimte. Maar omdat het Antikraak is, ga je niet investeren in de ruimte. En op een gegeven moment was ik daar wel aan toe om een iets representatieve ruimte te hebben, ook voor opdrachtgevers. En toen ben ik hier wezen kijken op een open dag van de bouw. En toen hoorde ik dus dat je hier ook mocht onderverhuren. Dus dat maakte het voor mij ook mogelijk om hier te gaan zitten. En toen heb ik een aantal mensen daarbij gezocht die ook een eenmanszaak hebben. En ook gezocht naar een goede combinatie. In het vorige collectief zaten we met allemaal architecten en stedenbouwers. En nu zitten we hier met 2 grafisch ontwerpers en 2 interieurarchitecten en ik. Dus dat is een hele goede combinatie. Dus we werken ook nu al veel samen. Dus we kunnen eigenlijk ook samen heel veel ontwerpopgaven aan. Een project waar ik al een aantal jaar mee bezig ben is een collectieve tuin in de Provenierswijk, de tussentuin in de Provenierswijk. Dat is een opdracht geweest van de coöperatie Havensteder. En die hadden eigenlijk een probleem met het binnenterrein omdat het heel erg verwaarloosd was en er geen betrokkenheid was van bewoners. Dus ik heb samen met Barbara Jansen geprobeerd om daar samen met bewoners een heel proces in te gaan, participatie en samen met hen een ontwerp gemaakt voor een collectieve tuin. En dat onderwerp dat heeft me eigenlijk zo geboeid dat ik ben verder gegaan met het idee van de tussentuinen. Samen met Marieke de Keizer en Joost van Dijk hebben we Stichting Tussentuin opgericht. En vanuit Stichting Tussentuin zijn we nu een onderzoek begonnen naar binnenterreinen in Rotterdam. En dat onderzoek heet Door een Roosje. En dat gaat eigenlijk over het wakker kussen van de slapende schoonheid. Omdat wij denken dat daar in die binnenterreinen nog een hele grote potentie ligt voor de stad Rotterdam, maar ook voor andere Europese steden. Ik denk dat wat heel belangrijk is voor de stad is om de groene ruimte veel meer in te passen in de stad. En ook veel meer door mensen te laten toe-eigenen. Zodat je een veel grotere kwaliteit ook kan krijgen van het groen in de stad. En zeker in het kader van de verdichting wordt die opgave denk ik steeds belangrijker om een mooie en leefbare stad te houden. Ja, daarbij vind ik dus die collectiviteit ook heel erg belangrijk om te zoeken naar collectieve belangen. Wat ik eigenlijk het meest boeiend vind is gedrag van mensen. Dus de sociologische kant daarvan en ook gewoon wat je van mensen leert als je met een project bezig bent. En zeker met participatieprojecten. En de natuur op zich vind ik een hele grote inspiratiebron. Ik vind bijvoorbeeld de tekeningen van Ernst Haeckel, die heel goed tot in detail kijkt naar natuurlijke objecten en dat heel precies heeft uitgetekend, vind ik heel boeiend. En Jane Jacobs, die over die sociologische kant schrijft, dat zijn wel echt personen die ik heel inspirerend vind. Voor het onderzoek wat ik doe, fiets ik heel veel door de stad. En ik hou gewoon heel erg van alle kleine koffieplekjes die er in de stad zijn. Dus de Urban Espresso en Bird. En
Lokaal, Lungo, al die koffieplekjes, dat vind ik heerlijk om daar te zijn en een krantje te lezen en een kopje koffie te drinken en nog wat te werken. Thank you.